Mijn naam is Edwin Sandlied. Ik ben directeur van Stichting IDB. En ik vind het voorrecht om te werken voor organisaties die inzet voor gelijke behandeling. En dat mensen, ondanks hun afkomst, geslacht, ras, seksuele gerichtheid, geloof, gelijk kansen hebben. We hebben heel veel ervaring opgebouwd. En we weten dat als mensen bij ons terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Door onze ervaring weten we ook dat ras, geslacht, afkomst, geloof, seksuele gerichtheid en handicap nog steeds voor heel veel mensen nog een obstakel kunnen zijn. Dat mensen daardoor het probleem ondervinden en geen gelijke kansen krijgen. Als IDB zijn we van mening dat een goede aanpak van discriminatie alleen maar kan als je sterke rechtsstaat hebt. Rechtsstaat houdt in dat je weet dat je als burger kunt terugvallen op je rechten. Daarom werken we nu samen met de politie en met justitie. Dat is een manier om toch duidelijk aan te geven dat de samenleving een lijn moet trekken, een sterke lijn moet trekken van discriminatie is verboden, kunnen wij niet accepteren. We vinden ook dat je discriminatiebestrijding niet alleen moet leggen op de poort van de overheid. Ik vind dat burgers onderling, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijfsleven ook in verantwoordelijkheid moeten nemen. We kunnen ook gelukkig terugvallen op de inzet van vrijwilligers, zeer betrokken jongens en meisjes, maar ook dames en heren, iedereen ongeacht de leeftijd. Die ons werk belangrijk vinden en zich daarvoor inzetten. Stichting IDB volgens mij staat voor een helpende hand. Gegeven dat we anno 2019 nog steeds te maken hebben met discriminatie op verschillende vlakken, zoals leeftijd op de werkvloer of nationaliteit bij sollicitatie, is het belangrijk een meldpunt te hebben waar mensen hun verhaal kunnen doen en er daadwerkelijk iets gedaan mee kan worden. Naar wens van de melder natuurlijk. Gediscrimineerd of getuige van discriminatie, meld het.